was zeker een jaar weggebleven en had alle wereldzeeën bevaren. Toen hij vertrok, had zijn vader hem nog uitgezwaaid bij de oude hoofdpoort. '56 was zijn vader, te oud voor de zee en net zo bouwvallig als die oude poort. Nu was zijn vader dood en de poort gesloopt. In die tijd is Rotterdam gewoon een stad aan het water. Er zijn vissers, er zijn schepen, er is handel. Een stad met ouderwetse koopmannen die het er sinds jaar en dag voor het zeggen hebben. En de haven? Een markt aan het water, meer is het niet. Maar de tijden veranderen en ook in Rotterdam begint men zich af te vragen of de haven zo nog toekomst heeft. De rek is eruit, zeker nu de nieuwe industrie en de stoomvaart de wereld kleiner zullen maken. Een nieuwe generatie ondernemers is ervan overtuigd dat hun stad een belangrijke rol kan gaan spelen in de nieuwe wereldhandel. Rotterdam moet een metropool worden, een wereldhaven voor schepen uit alle landen. Maar dan moet er wel iets veranderen. Dus worden er plannen gemaakt voor nieuwe havens en kades voor grote stoomschepen. Met pakhuizen, loodsen en entrepôts. Aan de overkant van de rivier op het eiland Feyenoord is er voldoende ruimte. Dan is daar Lodewijk Pinkoffs. Een nieuwkomer in de chique Rotterdamse koopmanselite. Een slimme zakenman en een gerespecteerd lid van de gemeenteraad. Geholpen door de bankier Marten Mees richt hij de Rotterdamse handelsvereniging op en vindt voldoende investeerders om die nieuwe havens te financieren. De sprong naar Zuid is een feit. De plannen worden nog ingrijpender nu de nieuwe spoorverbinding naar België dwars door Rotterdam zal gaan lopen. Er komt een grote spoorbrug over de Maas en om het centrum straks met de nieuwe havens te verbinden, zal de gemeente ook een verkeersbrug bouwen. Tijdens de bouw van de brug bezoeken koning Willem III en koningin Sophie Rotterdam om er hun zilveren regeringsjubileum te vieren. En op die dag geeft de koning zijn naam aan de toekomstige verbinding tussen het oude en het nieuwe Rotterdam. Stieltjes is de ingenieur van de Rotterdamse Handelsvereniging en ontwerpt de stedenbouwkundige plannen voor het hele gebied. Uit dankbaarheid wordt een monument voor hem opgericht. Zelf bouwt Pinkoffs voor zijn Rotterdamse handelsvereniging een hoofdkantoor dat als een poort toegang geeft tot het nieuwe havengebied. Het is Pinkoffs eigen monument, want voorlopig zal niemand anders dat voor hem bouwen. Op 10 mei 1879 wordt Pinkoffs namelijk voor het laatst in zijn poortgebouw gezien. Drie dagen later stapt hij met zijn vrouw en drie zoons op de trein. Diezelfde dag komt hij aan in Calais. En daar neemt hij de boot naar New York.
In de maanden daarvoor had Pinkhoffs tevergeefs geprobeerd een dreigend faillissement te voorkomen. Zonder dat iemand het in de gaten had, gebruikte hij het kapitaal dat bedoeld was voor de nieuwe Rotterdamse havens om zijn eigen schulden te dekken. De Pinkhoffs-affaire verplicht Rotterdam om de ontwikkeling van de nieuwe havens voor eigen rekening te nemen. En niet zonder succes. En Pinkhoffs? Berooid en met geleend geld begint hij een handel in sigaren op Broadway. Daar wordt hij zo af en toe nog eens bezocht door Rotterdamse zeelui die hem, naar goed Rotterdams gebruik, de meest vreselijke ziektes komen toewensen. Je zou Pinkhoffs een van de helden van het nieuwe Rotterdam kunnen noemen. Een beschimpte held, dat wel. Maar held genoeg voor een straat, een brug en een standbeeld. Nog een held. En wat voor een. Pieter Kaland, de Zeeuwse ingenieur die de nieuwe waterweg bedenkt. Die snelle verbinding naar zee is erg belangrijk voor de groeiende ambities van Rotterdam. Maar Amsterdam ligt dwars. Uiteindelijk krijgt Rotterdam de nieuwe waterweg als Amsterdam gelijktijdig het Noordzeekanaal mag aanleggen. Ach, de rest is geschiedenis. En Pieter Kaland kreeg zijn eigen monument. Het monument bouwen de Rotterdammers voor G.J. de Jong, directeur gemeentewerken tussen 1880 en 1910 en door velen beschouwd als de pionier van het nieuwe Rotterdam. De carrière van Gerrit de Jong is als een stripverhaal weergegeven, zodat niemand zal vergeten hoe de baas van gemeentewerken Rotterdam letterlijk opnieuw op de kaart zette. Want de Jong bouwt de grote havens op Zuid, zodat Rotterdam een belangrijke rol kan gaan spelen in de doorvoer van kolen, graan en ijzererts van en naar het belangrijke Duitse achterland. Aan de rechteroever breidt de stad zich naar het westen uit. Daar, vindt de Jong, moet het nieuwe zakelijke centrum van de stad komen, met statige singels en chique lanen voor villa's en kantoren. Ik heb een bijzondere band met mijn vader gehad. Ik was een echt nakomertje. Die werkkamer van mijn vader heeft een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Een kamer met drie grote ramen, waarop je zo op de schepen kon kijken. Links ervan stond zo'n groot bureau, geen bureau-minister, maar nog met zo'n hele grote klep. In het midden stond een tafel, altijd bedekt en bedekt met kaarten.
Om 2:30 kwam de dokwerken voorgevaren. We hadden dokwerken, havenwerk 1, havenwerken 2. De dokwerken was de kleinste, maar de liefste boot, vond ik altijd. De gezelligste. En dan voeren we de werken af. Alles waar gewerkt werd, werd op zaterdagmiddag gecontroleerd. En ik vergeet nooit, dan zei papa, kind, hoor je het lied van de arbeid? Hoor je het lied van de haven? En dan luisterden we naar de heinlokken die ritmisch naar beneden ploften op de koppen van de palen. De ankerkettingen die opgehaald werden. We luisterden naar het gekreun en het gesteun van de baggermolens. En tussen alles door was er het Rotterdams fluitconcert. De fluiten van de boten. Het hoge, nijdige, kleine, keffige fluitje van de sleeboten. Het meer statige antwoorden van de grotere boten, dat ze het signaal hadden begrepen. En dan wuifden we ze voorbij en we zeiden adieu, goeie vaart. En als er weer zo'n boot voorbij was, dan zei papa, nou is het tijd naar huis te gaan. Zo rond 1901 bloeit de haven als nooit tevoren. Er komen steeds nieuwe Rotterdammers. 2 keer zoveel. 3 keer zoveel. 4 keer zoveel. En omdat al die nieuwe Rotterdammers ergens moeten wonen, worden er in groot tempo nieuwe wijken gebouwd. In het westen, in het noorden, op zuid. De stad explodeert. Rotterdam wordt de stad van opgerolde hemdsmouwen. Van stoere mannen en zware check. Van niet zeuren, maar werken. Johanna Leijnsen is 11. Als ze in 1901 met haar ouders en 2 broers vanuit Zeeland voorgoed naar Rotterdam vertrekt. Die foto is uit betere tijden. Toen vader Jacob Leijnsen een loonwerkersbedrijf had op Noord-Beveland. Maar het bedrijf is failliet gegaan. Leijnsen vindt werk als voorman in de haven. En bivakkeert met zijn gezin voorlopig in een pension in het centrum van de stad. Kind kijkt haar ogen uit. De winkels, de drukke straten, de mensen. Maar het mooiste is de kermis, waar vader de kinderen de eerste zaterdag mee naartoe neemt. Ik
Met haar 11 jaar is Johanna de middelste. Zij en haar jongere broertje gaan naar school. Een voorrecht dat niet voor elk kind in Rotterdam is weggelegd. Johanna's oudere broer meldt zich elke dag in een van de cafés waar het zware werk aan de kaders wordt verdeeld. Daar leert hij jenever drinken. Tot ergernis van moeder Lijnse die, verteerd door heimwee, de tochtige pensionkamer maar nauwelijks verlaat. Zaterdag is marktdag. Johanna en haar jongere broertje ontvluchten de kleine pensionkamer. Boeren en buitenlui, oude en nieuwe Rotterdammers, iedereen is op de markt. De Rotterdamse markt is van iedereen. En van alle tijden. En dan zijn er de visvrouwen, met wie je maar beter geen mot kunt krijgen. S'avonds, als de handel is afgelopen en de vissersboten zich klaarmaken voor de vangst, loopt Johanna vaak in de buurt van de oude vismarkt. Na 5 maanden vindt vader Lijnse een vrije benedenwoning in een wijk die tegenwoordig bekend staat als het Oude Noorden, maar toen nog erg nieuw was. Veel migranten vestigen zich daar. In dezelfde huizen waar, ook vandaag, nog steeds veel nieuwe Rotterdammers huisvesting voor hun families vinden. Dan slaat het noodlot toe. Op woensdag verlaat Johanna's oudste broer 's morgens het huis. Een straatfotograaf had hem die dag aangehouden en een foto van hem gemaakt. Zomaar. Voor mijn moeder, zou Jacob nog gezegd hebben. Twee nachten blijft hij weg. Johanna is erg ongerust, want er gebeuren veel ongelukken in de haven. Vrijdag, laat in de middag, wordt de jonge Jacob dood thuisgebracht. Verdronken. Te veel jenever en niet kunnen zwemmen. Twee uur later komt vader thuis, met een zwerende voet van een roestige spijker die op het werk door de zool van zijn schoen is gegaan. Geen werk, geen geld. Maar de solidariteit onder de migranten is groot. Johanna Lijnse heeft honger, maar verhongert niet.
Zes jaar later trouwt de dan 18-jarige Johanna met Karel van Riemsdijk. Het pasgetrouwde stel sluit zich aan bij de SDAP van Hendrik Spiekman, Rotterdams eerste en enige socialistische raadslid die het recht van de arbeider dagelijks bevecht op het stadhuis aan de Kaasmarkt. Zijn directe tegenstander is burgemeester Alfred Zimmerman, die orde en regelmaat een groter goed vindt dan het recht van de arbeider. Johanna en Karel zijn actief in de arbeidersbeweging, maar op straat vinden ze weinig belangstelling. De vrije jongens van de haven zijn moeilijk te organiseren. Het is inmiddels 1917, de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nederland is neutraal, maar de oorlog verlamt de economie. De werkloosheid is groot en in de winkels liggen producten die de meeste mensen niet kunnen kopen. Erger nog, zelfs de meest elementaire levensmiddelen zijn al niet meer te betalen. Tegen het einde van de oorlog leiden zelfs de sleperspaarden honger. De ontevredenheid onder de bevolking is groot en de straten ruiken naar revolutie. Het zijn onzekere tijden. Johanna's jongste broer, inmiddels ook al in de 20, vaart als jongste officier op de koopvaardij. En dat is niet ongevaarlijk in oorlogstijd. Hendrik Spiekman overlijdt in 1917. Johanna en haar man staan in de grote menigte die zich bij Spiekmans huis aan de Nieuwe Binnenweg heeft verzameld. Daar vertrekt de stoet naar de begraafplaats in Krooswijk, waar ook burgemeester Zimmerman zich bij de rouwende voegt. In die winter sterven in Rotterdam 1100 mensen aan de Spaanse griep, waaronder de oude Jacob Leijnse, Johanna's vader. Rotterdam heeft honger. Maar in plaats van voedsel stuurt de regering soldaten en mariniers. In 1918 zijn de eerste Tweede Kamerverkiezingen sinds in Nederland het algemeen mannenkiesrecht is ingevoerd. En de nachtmerrie van burgemeester Zimmerman wordt werkelijkheid als de socialisten bijna de helft van alle stemmen krijgen. Als Troelstra, de landelijk leider van de socialisten, in Rotterdam de revolutie predikt, zit bij de burgemeester de angst er goed in. Hij nodigt twee vooraanstaande socialisten uit om te onderhandelen over een eventuele machtsovergang. Als de revolutie dan toch in Rotterdam moet beginnen, moet dat toch rustig en zonder bloedvergieten kunnen verlopen? Uiteindelijk hebben de Rotterdammers helemaal geen zin in revolutie. Te Rotterdam ben ik geboren, onder de adem van de Maas. En liep ik met mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. Van zwaar bespannen sleperswagens ben ik er passagier geweest. Door heel de stad heb ik gezworven, maar aan de kade toch het meest. Naar koffie rook het bij de draaisteeg. Aan het oude hoofd naar teer en touw, naar Kopra langs de spoorweghaven, naar Reuzel bij het poortgebouw. Naar Huiden op de Terwenakker en aan het Haringvliet naar Kaas, dan was de lucht van gist of olie en dan van jute weer de baas. Dan waren het de specerijen uit Bombay of Batavia. Naar schapen rook het in de boompjes, naar uien op de Spaanse kaap.
Aan het nieuwe werk geurden citroenen en bij het entrepot tabak. Kortom, er valt geen reuk te ruiken die aan dit havenbeeld ontbrak. Rotterdam wordt een wereldstad, maar de oude stadsdriehoek is nooit ontworpen als een metropool. De binnenstad is een doolhof, een mierennest waar het altijd druk is. Alleen 's avonds wordt het iets rustiger in de oude stad. Rotterdam in die vroege jaren 20 heeft zijn eigen charme. Een rommelige maar gezellige stad, waar je kunt winkelen in de Hoogstraat, in de Passage of Plan C. Dit is het Rotterdam van Jozef Paardenkoper, die dan net als leerling tekenaar is aangenomen op het Stadstimmerhuis. Er waait een frisse wind door Rotterdam. De bestuurders willen een moderne stad. En in dat streven is weinig plaats voor nostalgie en sentiment. De Schiekade is al gedempt. En ook de Coolsingel is nu een brede boulevard met internationale allure. Daar is een nieuw stadhuis en een groot postkantoor voorzien. Maar Jozef Paardenkoper werkt met gemengde gevoelens aan de plannen. Want de straten van zijn eigen buurt worden ervoor gesloopt. De polder, zoals de buurt werd genoemd, was een broedplaats van artiesten. Zoals de familie Davids, een geslacht van Joodse straatventers. Maar vader en moeder Davids verkopen vooral variété in cafés en op kermissen. Vooral de kinderen Davids hebben grote talenten. Rika, die een stem heeft als een nachtegaal. Haki, die het gezelschap aan de piano begeleidt. Henriette, die zo lelijk is dat vader Davids haar toekomst in het variété somber inziet. En de door Jozef Paardenkoper zeer bewonderde Louis Davids. Politiebureau? Wat zegt u? Normaal niet. Met Bella Ramona? Jazeker, meneer. Ik kom direct, meneer. Jazeker, meneer, ik kom. Kinderen van Davids zouden de cafés uit de polder ontstijgen en in later jaren hun eigen roem vergaren. En Henriette wordt ondanks de voorspellingen van haar vader een van de grootste comediennes van de Nederlandse speelfilm als Heintje Davids. Jozef Paardenkoper trouwt met Esther. Hij wordt tekenaar der eerste klasse bij de dienstgemeentewerken, waar hij meewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Coolsingel en het Van Hogendorpplein. De architect Dudok heeft voor die plek een vestiging van het warenhuis De Bijenkorf ontworpen. En Jozef heeft grote bewondering voor dat strakke glazen paleis.
Jozef heeft een gezin nu. En dat schept zo zijn verplichtingen. Naar de diergaarde bijvoorbeeld, op zondag. Een oase in de drukke stad. Een andere wereld met sprookjesachtige gebouwen. En een prachtige tuin met oude bomen. Om een einde te maken aan de verkeerschaos in de binnenstad heeft het gemeentebestuur onder burgemeester Droogleven Fortuin een aantal voortvarende plannen bedacht. Zo zal Johanna Leijnse haar zo geliefde vismarkt binnenkort zien verdwijnen. Om een verbinding van oost naar west te maken, werken Jozef Paardenkoper en zijn collega's aan de herinrichting van de Meent. Het plan voorzag oorspronkelijk in de sloop van het historische Schielandhuis. Maar Jozef heeft begrepen dat dat voorlopig van de baan is. Met de wandelingen door de oude diergaarde is het voorlopig ook gedaan. Jozef weet niet goed hoe hij het aan zijn zoontje David moet uitleggen. Maar de diergaarde wordt gesloopt. Er komt een nieuwe diergaarde in Blijdorp. En op de plek van de oude diergaarde komen moderne flats, een nieuw centraal station en een nieuwe schouwburg. Over een paar jaar, zeg in 1942, moet het klaar zijn. Maar wat niemand op dat moment nog weet, is dat het lot anders zal beslissen over deze plannen en de plannen van Jozef en David Paardenkoper. Het Hofplein. Weer zo'n plek waar de bebouwing het verkeer in de weg zit. Het plein wordt gedomineerd door twee gebouwen. De Delftse Poort en Café Loos, dat als een ring gebouwd is rond het kopstation van het elektrische spoor naar Pijnakker en Den Haag. Het Parfumlijntje wordt het genoemd. Omdat de chique Hagenaars er na een dag Rotterdam weer mee naar huis reizen. Achter een kop koffie in Café Loos weet Jozef Paardenkoper je te vertellen dat de trein rijdt op het eerste spoorwegviaduct in Europa dat gebouwd is van gewapend beton. We gaan even terug in de tijd. Naar Polen in 1886. In dat jaar wordt Abraham Tuschinski geboren. Een jaar later neemt de jonge Tuschinski het lot in eigen hand en reist naar het westen, naar Rotterdam. Hij begint er een pension voor landverhuizers.
Een gat in de markt, want Rotterdam is een doorgaansplaats voor de vele Oost-Europeanen die op weg zijn naar de Verenigde Staten. Tot ver in de jaren 30 komen ze aan op het Maasstation. Wie moet wachten op een schip, logeert in een pension, zoals dat van Tuschinski. Zo vergaart Abraham Tuschinski het kapitaal dat nodig is om zijn droom te verwezenlijken. Een echt bioscooptheater. Krijg je een oude Rotterdammer eenmaal aan de praat, dan maak je een mooie kans op het verhaal dat over het orgel in die bios op de Hoogstraat gaat. Dat kennen ze zo'n beetje allemaal. Dat was een wonder, bijzonder. Twee Joodse landverhuizers hebben ruim een jaar gebouwd voordat dat ding geluid gaf, goed en wel. Maar toen je wist niet wat je hoorde, je werd warm en koud. Je zweefde, je kwam klaar, kreeg kippenvel. Zo zwoel, zo dwepend, meeslepend. Tegen het einde van de jaren 30 werkt Jozef Paardenkoper mee aan een van de meest ambitieuze projecten van zijn carrière. De bouw van een verkeerstunnel onder de Maas. Die tunnel naar Zuid is broodnodig. De bruggen zijn nog uit de tijd van Pinkhoffs en niet berekend op de enorme verkeersstroom. Zuid is een aparte stad. Aan de andere kant van de rivier. En thans van Hollanders eerste reportage vanuit het nieuwe Feyenoordstadion. Een reportage, dames en heren, die me buitengewoon veel genoegen doet. En sinds kort heeft Zuid iets wat ze nergens anders hebben. Het mooiste stadion van de wereld. Maar voor heel Rotterdam, voor de Maasstad, ja, voor gans ons land, daar zal een wedstrijd natuurlijk niet mogen ontbreken. Het is een wedstrijd tegen het kloeke beerschot uit Antwerpen. En als een Feyenoords Floridag geheel te volmaken, zou het een grote eer zijn wanneer Feyenoord deze wedstrijd tegen Beerschot won. Karel van Riemsdijk, de man van Johanna, is een Feyenoorder. Jozef Paardenkoper gaat soms naar Sparta. Het liefst gaan hij en Esther dansen. In café Pjor bijvoorbeeld. Op de hoek van de Koolsingel en het Hofplein.
Zijn vrienden, vooral zijn Amsterdamse vrienden, neemt hij mee naar de Schiedamse dijk. Daar vind je alles en iedereen. Matrozen, scheepsvolk van verschillende nationaliteiten, negers, Chinezen en genoeg tippelaarsters voor een zetel in de gemeenteraad. Nergens zoveel vertier als in Rotterdam. In het casino, de Circus Schouwburg en in Tivoli, waar Lou Bendy en Johan Buzio hun triomfen vieren. En op zaterdag de worstelaars en boksers in de ring staan. Of bij Koos Speenhof, die maar al te vaak de wantoestanden in de Maasstad in een lied weet te vertalen. Wanneer je aan het Maasstation je treintje nog wil pakken, dan sta je voor de Leeuwenbrug een hele tijd te plakken. En als je dan de Spaanse Kaan nog haastig om wil lopen, dan is je trein natuurlijk weg en gaat de brug net open. Bruggenwachter, bruggenwachter, draai hem op de rug. Beter het op je handen, het koeverend in je handen. Trek je dan de slinger van de brug. De grootste is en blijft Louis Davids. De Rotterdammer die Amsterdammer werd, maar in zijn hart Rotterdammer bleef. Nee? Nee, nee. Nou, hier. Amarelva. Toen ik een jongetje van 5, 6 jaar was, repeteerde hij de ouderwetse kluchten die ze samen opvoerden op kermissen, bruiloften en partijen. Want toen reeds was Louis een der meest gezochte jongeren. De komieken werden humoristen. De revue werd groot. De operette vierde triomfen. De ster was steeds weer Louis Davids. Mannen van een geheel andere eruditie, Speenhof, Pizwies, Dirk Witte, brachten het cabaret. En Louis, het komiekje uit de Nieuwe Kerkstraat, begreep deze kunst en ontpopte zich als de grote kunstenaar die het Nederlandse publiek 25 jaar lang zozeer op de handen heeft gedragen als de meest succesvolle van de ware Nederlandse chansonniers. Nu sloot Louis Davids voor eeuwig de ogen. Ach, wat is liefde. De doolhof. Anderen zullen zijn plaats innemen, maar de mooie woorden cabaret en kleinkunst kunnen we met een gerust geweten uit het Nederlandse toneelvocabulaire schrappen. Geloof me nou, als je voor een dubbeltje geboren bent. Je kan gelijk hebben. Zo is het. Ben je net zo'n type waar Fortuna veel van houdt? Alles wat je aanpakt, dat wordt zonneschijn en goud. Leven is een loterij die weinig kansen biedt. Als je een gezicht hebt voor een niet, als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Als je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust. Het leven tart je. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt. Maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Maar Rotterdam heeft ook een echte schouwburg. Daar vind je Hilligersberg en Kralingen en de chique debutantes en de rijke studentjes. Er is altijd vertier. Zo speelt het Rotterdams Philharmonisch Orkest arbeidersconcerten in de open lucht. Er is trouwens altijd wel muziek te vinden op de vele Rotterdamse pleinen.
John, de zoon van Karel en Johanna, is in maart 1940 18 geworden. Hij heeft een baantje gevonden als jongste bediende op een verzekeringskantoor aan de Schiekade. En dan, in de vroege zaterdagmorgen van 10 mei, dalen Duitse parachutisten boven de stad neer en bezetten het vliegveld Waalhaven op Zuid. Maar verder komen ze niet, want een klein garnizoen soldaten en de Rotterdamse mariniers blijven fel verzet bieden. De Statendam, een van de passagiersschepen van de Holland-Amerika-lijn, staat in brand. 12 mei, een dag vol valse geruchten en een Duitse bomaanval op de marinierskazerne. De mariniers geven de strijd niet op. De Duitsers zenden een bericht naar het Nederlandse hoofdkwartier. Geef de strijd op, om verdere bloedvergieten te voorkomen. Maar het Nederlands bevel weigert overgave. Hoe dan ook, om 2:50 naderen de eerste bommenwerpers de stad. Is die bioscoop ontvlamd en langzaam ingestort. Het toneel, balkon, de muren, het plafond. Het wonderorgel kreeg de brokken op zijn toetsenbord. Het kermde dat je het buiten horen kon. Huiveringwekkend, verrekkend. Druk in het Kralingse bos. Het gras is zwart van de mensen. We hebben eten en drinken bij ons. Mijn tante heeft geelzucht en slaapt. Mijn ooms zeggen niet veel. Boven de stad is de lucht vuurrood. De mensen staren naar de gloed. De plas is rimpelloos en leeg. In het maanlicht lopen we naar huis. Het is een zachte avond. De Jerichoolaan staat in bloei. Even geschrokken van het geweld van die eerste oorlogsdagen, weet John van Riemsdijk nog aan te monsteren op een vrachtschip. Hij wil weg. Karel reist naar zijn moeder in Brabant. Johanna trekt in bij haar schoonzuster. De vrouwen zoeken steun bij elkaar en verdrijven de tijd met hun herinneringen. Op zaterdag 14 februari 1942 wordt de Maastunnel geopend. Op 30 juli van hetzelfde jaar wordt de familie Paardenkoper opgeroepen zich te melden in loods 24 op het terrein van de gemeentelijke handelsinrichtingen aan de Entrepotstraat. Ook de familie Tuschinski wordt op 12 september van dat jaar gearresteerd en op transport gesteld. Direct na aankomst in Auschwitz, op 17 september, worden Abraham Tuschinski en zijn vrouw Marim in hun geboorteland vergast. Rika Davids en haar broer Haki worden in 1942 in een concentratiekamp in Sobibor vermoord. Henriette Davids zal de oorlog overleven.
In 1947 keert John van Riemsdijk terug in Rotterdam. Zijn moeder is een schim van de foto die hij in 1940 had meegenomen. En altijd komen er schepen aan Kattenbrug voorbij. Maar de schuit van de blonde Arie, die is er nog steeds niet bij. John van Riemsdijk emigreert in 1954 naar Canada. Het is dan alweer 5 jaar geleden dat zijn vader is gestorven. Johanna sterft een jaar later, op 21 april 1955. Onverwacht nog, want een week eerder was ze nog met haar schoonzuster naar de lijnbaan geweest om een nieuwe jurk te kopen. In die jurk wordt ze begraven. John reist zeker eens in de 2 jaar terug naar Rotterdam. De stad verloor misschien wel haar hart, maar nooit haar ziel. Nooit vergeet hij de verhalen van zijn moeder. De verhalen van hartstocht en heimwee. Boeren, suffers waren ze, de familie Lijnsen. Maar ze werden echte Rotterdammers. Thank you.
Wat brengt briefkaarten in mijn hand? En plotseling ben ik beland in een wereld die ik nimmer heb gekend. Die van voor de oorlog. Een verloren monument. Een stad vol ouderwetse zwier. Een mierennest langs de rivier. Veel kleiner dan die nu is, maar zo wat. O ja, we zijn nu rijker. Maar in wezen zijn we arm. Ik mis de stad van toen. Een wereld als een droom. Een stroot in de wind en het gesis van stoom. De geur van koetskatoen. De straat, een paradijs. Want iedereen te voet in de gracht een schuil. En de Laurenstoren, hoog erbovenuit, is weg niks aan te doen. Ik mis de stad van toen.